Hey, welkom bij Bewegen met Bart. Ik ben Bart en ik post elke dag normaal een video van 10 minuten met spierversterkende oefeningen voor ouderen. Speciaal om te zorgen dat jij gezond kan blijven en beter kan blijven bewegen. Normaal doen we dus 10 minuten oefeningen, maar vandaag slechts 5 minuten. En geen spierversterkende oefeningen, maar een stretching. De bedoeling van deze video is dat je die eigenlijk heel regelmatig, eigenlijk bijna elke ochtend kan herhalen en daarmee je dag kan starten. Het is dus zeker een goed idee om straks nog een andere training hier aan te breien of op een ander moment in je dag nog 10 minuutjes echt ook die spieren kan laten werken. We gaan erin vliegen, let's go! Officiat dat je er vandaag weer bij bent, zorg dat je elke dag 2 flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders, dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we! En voor de eerste oefening mag je plaatsnemen op een stoel. Pak je rustig je schouders rollen. Ga comfortabel zitten en rol rustig je schouders naar voren, naar boven, naar achter. Rustig aan. Heel goed. Nog 5, 4, 3. Dan mag je je vingers in elkaar haken, op die manier, en naar voren gaan duwen. Ja, en dan mag je je armen zo gaan strekken. Dan gaan we 30 seconden aanhouden. Kom aan, wat vol. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Kom rustig terug en schud even je handen los. Heel goed. Dan gaan we dezelfde beweging doen, maar dit keer in de hoogte. Dus ga opnieuw je vingers haken. Je handen die duw je nu naar boven. En dan ga je zo ver als dat je kan, zonder dat het pijn doet. En dan voel je je ruggenwervels rekken. Goed, vergeet niet te ademen. Adem niet inhouden hierbij. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En rustig zakken. Rustig aan. Adem even in en uit. En dan mag je je hoofd naar één kant laten neigen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mag je je hoofd vastgrijpen met één hand en een beetje trekken aan dat hoofd. Het hoeft geen pijn te doen. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rustig rechtop komen. Dan ga je je hoofd naar de andere kant laten neigen. 10 seconden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed. Neem opnieuw hier met je hand je hoofd vast. En lichtjes druk zetten. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed. Heel goed. En dan ga je vervolgens gaan we onze bilspieren rekken. Dus je mag een beetje vooruit schuiven op je stoel. Je mag leunen tegen je leuning. En dan ga je je knie vastgrijpen en naar je toe trekken. Naar je toe trekken. En houden. Kom aan. Probeer hem zo goed mogelijk vast te grijpen. Je mag hem echt knuffelen. Als het moeilijk is, dan probeer je iets minder ver naar je toe te trekken. Het hoeft geen pijn te doen. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rustig aan. Terug. Je blijft met hetzelfde been, maar je gaat hem nu over je andere knie plaatsen als je kan. En daaruit, van daaruit ga je ook die knie naar je toe trekken. Je hoeft hem niet helemaal tegen je buik te trekken, maar dat
is wel de richting waarin je trekt. En we houden dat nog 15 seconden. Kom aan. Hou vol. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laat rustig je been zakken. Adem rustig in en uit. En dan pak je je knie van het andere been en je trekt je knie tegen je lichaam. En houden. Kom aan. Trek het naar je toe. Heel goed. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En rustig zakken. En dan mag je ook hier je voet over je andere knie laten gaan. En daar ook je been naar je toe trekken. Heel goed. En houden. Kom aan. We zitten al bij onze laatste oefening. Je ziet, het is heel kort. Maar die 5 minuten, die gaan het verschil maken. Doordat je ze heel regelmatig herhaalt in hoe je je voelt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En rustig uitplaatsen. Heel goed. Probeer deze stretching heel regelmatig te doen. Slechts 5 minuutjes kan je eigenlijk elke ochtend doen. Heb je geen kwartier, heb je geen 10 minuten voor nodig. Ik zie je heel graag terug morgen voor een nieuwe video.